Op 16 december 2013 kwam er een game uit gebaseerd op de mod van Arma 2, namelijk de DC Standalone. En je kijkt nu naar de preview. Bohemia Interactive besloot om van de razend populaire mod van Arma 2 een game op zich te maken. Helemaal gebaseerd op het concept, namelijk in een grote realistische map zien te overleven van zombies, van spelers en steeds beter te worden. Arma 2 is zelfs door heel veel mensen alleen gekocht om de DC mod te spelen en er zijn zelfs dingen in Minecraft van gemaakt, namelijk Mineseed. De DC Standalone is ongeveer al 4 maanden lang in de Early Access Alpha en ze zijn pas van plan om de beta te launchen eind 2014. Dus ja, dat is een hele lange alpha. En in de kerstperiode is deze game zelfs het meeste verkocht op Steam. Er zijn al in totaal 1,7 miljoen exemplaren verkocht, terwijl de alpha 24 euro kost. Moet je nagaan hoeveel geld ze verdienen. Dus reken maar uit, 1,7 miljoen exemplaren keer 24 euro. Wauw. En dan zou je toch eigenlijk wel denken van een game die al zoveel heeft opgeleverd, dat die alpha toch wel wat verkort zou kunnen worden, aangezien ze zoveel budgetten nu voor hebben. Helaas ligt dat wat anders. Het concept vind ik persoonlijk echt heel erg tof. Ik heb al meer dan 160 uur in de DC Standalone zitten. En ik moet zeggen dat het gewoon heel erg leuk is. Een leuk avontuur om te spelen, sowieso met mensen die je kent. Je wordt als je begint met spelen van de game gespand op een van de vele spawnpoints, waar je ook weer terechtkomt als je dood bent gegaan. En het toffe is dat heel deze map nagemaakt is van het echte gebied in Tsjechië, waar ook echte steden zo zijn. Natuurlijk zijn er hier en daar dingen toegevoegd, zoals kastelen, huizen hier en daar, maar toch is realisme daar echt centraal en is het gewoon heel cool dat jij gewoon in gebieden loopt die er in het echt ook zijn. Voor de mensen die het leuk vinden om dingen aan te passen aan hun karakter, net zoals bijvoorbeeld in Skyrim heel uitgebreid kan, hier is het niet zo uitgebreid helaas. Wel kun je een beetje aanpassen, zoals bijvoorbeeld huidskleur, het haar een beetje veranderen, maar toch, heel veel opties zitten er niet in. Maar als je dan eenmaal spant, dan span je met de standaard gear. En dat is dan gewoon een shirt, een broek, schoenen en er zit een zaklamp met een batterij in. En natuurlijk gaat de batterij in de zaklamp en dan pas werkt hij. Dus dat geeft echt wel het realisme aan dat ze erin willen stoppen. Dat sommige dingen gewoon niet werken als je nog iets mist bijvoorbeeld, zoals in het echt ook is. En als je dan eenmaal gespand bent, wil je natuurlijk op zoek naar loot om bijvoorbeeld meer spullen mee te kunnen dragen door bijvoorbeeld een rugtas te vinden. Maar bijvoorbeeld ook om eten en drinken te vinden om bijvoorbeeld sowieso in leven te blijven, want je hebt eten en drinken nodig om in leven te blijven. Je kunt ook bloed verliezen, dus het is best wel realistisch wat dat betreft. Bloed kun je vinden om bijvoorbeeld huisjes in te gaan, om te kijken of er wat op de grond ligt, bijvoorbeeld, of op kasten, noem het maar op. Maar wat ik altijd het liefste doe is gelijk naar de grote stad te gaan. Ja, ik weet al precies waar het is en zo. En dan naar bepaalde buildings te gaan waar gewoon sowieso goede gear ligt als het nog niet meegenomen is door een ander. Bijvoorbeeld het Fire Station. Fire Station kan bijvoorbeeld wapens liggen, maar ook bijvoorbeeld melee weapons zoals een brandweerman, hakbijl en bijvoorbeeld het politiebureau, daar kunnen ook wapens en kogels liggen en zo. Dus je kunt altijd wat vinden. Als het je tenminste wel lukt om überhaupt binnen in de stad te komen, want zombies zijn best wel moeilijker geworden en ze zijn later best wel aangepast qua animatie, die zijn veel beter geworden qua buiten lopen en zo. Alleen, als je dan in een huisje gaat en je doet de deur dicht en je denkt, ik ben veilig. Nee, je bent niet veilig, want ze gaan dwars door de deur heen. Bugs. En dat moeten ze best wel aanpassen, vind ik. Wanneer je dan eenmaal wat kleding hebt, een tasje en misschien een wapen of zo, dan kun je de reis maken naar militaire terreinen. Om bijvoorbeeld veel goede militaire spullen te vinden, als bijvoorbeeld een M4. Of naar vliegvelden, daar zijn er ook een paar van in de map. En dat zijn ook gewoon hele goede dingen te vinden, als bijvoorbeeld militaire kleding. Maar ook inderdaad M4's, Mosins met scopes en noem het maar op. Ja, daar zie je op het airfield. Ja, ik zie hem. Nee joh, je heeft ons al lang gezien, we schieten hem gewoon dood. Maar hij komt op ons... Als we hem in sight krijgen, nou hij loopt een beetje weg via de runway. Ja, ik kan als ik op de runway blijf. Toestemming om te schieten, als je hem in sight hebt. Oké. Okay. Ik ga even in first. Kut man, we zitten het gat in de hek. In het hek. Oké, hij heeft ons niet gezien. We moeten hem even flanken. Ik ga via rechts. Ik ga van achter. Ik ga via achter, nice. Of... Ja, oké. Okay. Ik ben hierbij gehad bij de hek, bij het hek. Ik loop met jou mee, Smalt. Ik schiet nu. Ja, ik zie hem. Maar hij zit bij dat hek daar. Oké, ren erop af, jongens. Ik schoot. Hij komt op het af. Ja. Fuck doet hij?
hij is geraakt, hij is al één keer geraakt. Ja, hij ligt. Hij ligt. Mooi! Taak te schieten. Nice jongens. Oké, okay, nice. Oké, okay, hij ligt daar. Ik schiet nog een keer op hem. Ja, in ieder geval zeker dat, weten dat hij dood is. Oké, okay, hij was nog niet... Schiet okay, in het hoofd. Cool. Hij heeft hem ja, hij is dood. Met de long range. Oh, nice. Hij sniper. Oké, okay. Mag ik die pakken? Ja, pak hem. Pak jij hem maar, Smal. We zijn nu wel een beetje... Ja. Mag ik de backpack? Schiet wel op, schiet wel op, schiet wel op. Wow, 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 hij staat af, hij staat op. Hij staat op. Ik schiet Bosch ook, ik schiet Bosch. Nou is hij dood. In ieder geval. Ik heb hem in zijn reet geschoten. Ja, maar op zijn kleding schiet heeft geen nut, hè, jongens. Dan gaat alles kapot. Want... Oké, okay, die handgun die. Kut, is ruined. Ah. Lekker, jongens. Ah, okay. Ja, precies. Als je op zijn kleding schiet. Hij had wel goed de loot. Wie pakt zijn backpack? Oh, ja, wie pakt nou zijn backpack? Ik pak zijn backpack, sorry. We zitten er in de klieken rood in. Wie heeft nog ammo voor de. Voor de. Ja, voor de motion. Ja, ik heb die wel, ik drop die wel. Ik heb hier ook. Wacht, ik heb hier ook. Hier al Roden, okay. Ik heb 45 AC naast Roden. Hier. Ik heb hier ook nog 20 kogels gedropt op de grond. Ik heb hier ook nog wat kogels gedropt. Ik staan had 4K vest, oké? Okay? Of had iemand anders die al? Nee hoor. Oh, maar ik kan hem niet slepen naar mij, what the fuck? Ah, ja, dat komt omdat je niks zo'n jas hebt. Ik pak anders wel je hebt zo'n dikke jas. Nee, ik ga hem even uitdoen, oké? Oh, wauw. Ik wou hem graag nee, pak je uit. Oké, pak je hem, pak je hem. Dan kan je meteen ook zijn jack pakken. Hier ligt het ammo, hoor. Schiet wel op. Okay. Ja, hier bij Shemal ook, dus links van hem. Nee, rechts van hem. Maar we moeten wel voor oppassen dat er niet zo meteen nog iemand is. Scopes voor op je wapen, waardoor je bijvoorbeeld beter kunt zien, zitten er niet standaard op. Die kun je gewoon ook nog eens een keer apart vinden, tenzij je bijvoorbeeld een lijk vindt van iemand en die het al heeft ofzo. Dat is ook altijd leuk. Wat ook een leuk ding is, is als je op de caps lock button drukt, dat je dan kunt praten met mensen in-game. Dus gewoon met je microfoon kun je met mensen gaan praten die in de buurt zijn. Dus zou je misschien denken lekker vrienden maken en noem het maar op, maar als jij eenmaal goede spullen hebt en die mensen die je tegenkomt ook, dan zijn heel veel mensen bandits, zoals ze het wel noemen in de game. Je hebt namelijk bandits en heroes. En heroes die willen je gewoon helpen, die willen friendly zijn en liefst niet je neerknallen. Maar helaas in deze game zijn er heel veel bandits die gewoon geen risico nemen en gewoon iemand anders neerknallen. Mas, pak je waar komt het vandaan, jongens? Oh, kijk, achter op de berg. Ik zag iemand. Oh, oké, okay, fuck. Ah, oh, fuck, ik ben gehakt. Ik ben zelf een bandage, ik heb gebroken benen. Oh, ik ben ook dood. Oh, ik ga sowieso dood ook. Wauw. In de bosjes. Wow, ja, fuck me sake. Waar zit hij? Waar zit hij? Van de berg, van de berg. Ik zie hem niet. Shit. Oh, oh fuck. Ik zie hem hier. Jongens, ik zie hem echt niet zitten. Ik, ook ja, niet. Ik zag hem ook niet. Volgens mij zit hij in het bos. Oh, oh schat. Loop jij daar verderop in het bosjes? Ik zit in een bosje bij de weg. Ja. Bij jullie. We liggen hier met z'n allen bij die weg. Ik zie hem echt niet, jongens. Fuck. Ja, ik bloed. Ik moet mezelf even fuck, hij heeft mijn bandage kapot gemaakt. Weet je precies de locatie, of niet? Nou, ergens op die berg daar. Ah! Oh, ik ben geschoten. Ik lig down. Kut. Ik lig down. Oké, ik zie jou. Ik zie Shemal. Ik rol. Hij komt denk ik van het airfield af. Ik kan mezelf niet bandagen. Ja, want als ik jou zo zie liggen, vanuit waar je dus ook moet kunnen komen. Oké, jongens, goed kijken alsjeblieft. Ja, dat doe ik. Ja, dood. Hey. Fuck! Dus daarom moet je heel erg oppassen in de game, want het kan best wel voor rageende momenten zorgen als jij urenlang bezig bent met je karakter beter te maken en dat je dan iemand tegenkomt die je zomaar neerknalt. En daarom vind ik het persoonlijk ook veel leuker om met een team te spelen, zodat je ook wel weer wat meer kans maakt, aangezien er nog geen voertuigen in zitten. Want met voertuigen zou je natuurlijk wel weer sneller terug kunnen komen naar bijvoorbeeld waar je dood bent gegaan. In deze preview ga ik niet heel uitgebreid over alle items of zo hebben die in de game zitten, maar wat ik wel heel belangrijk vind om te noemen is dat ik het best wel jammer vind dat bepaalde dingen nog niet gefixt zijn, al is het een alpha. In deze preview ga ik niet heel diep in op alle items of zo wat erin zitten, maar wat ik wel een heel belangrijk onderdeel vind is het verschil tussen een goede en een slechte alpha. Want ondanks dat ik de game heel erg tof vind, vind ik het gewoon heel jammer dat simpele bugs als bijvoorbeeld dat jij op een server gaat. Dus je speelt op een server, je bent daar geared en jij wilt een andere server gaan joinen, waar je dan ook hetzelfde gear nog hebt. Dat het soms wel eens voorkomt dat als jij op die server gaat, dat je dan helemaal opnieuw spant zonder gear alles kwijt. En ik heb dat al best wel vaak gehad en ik kan je vertellen, dan reed je je echt kapot, want je hebt gewoon urenlang gespeeld. En door een hele simpele fout van de game zelf ben je alles kwijt
En ja, moet je gewoon overnieuw beginnen. Wat mij betreft moeten ze gewoon hun prioriteit anders leggen en gewoon moeten focussen op dingen wat niet leuk is voor de speler zelf. En als dat al 4 maanden lang doorgaat, come on, pas het aan, Maria. En dan komen we op het punt lopen in de game. Ja, het is al best veel door mensen als Walking Simulator 2014 bestempeld in de game. En eigenlijk is dat ook wel zo, want in de game moet je gewoon lopen, 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 uren lopen als je ergens wilt komen. Want er zit nog geen één voertuig in, zelfs niet een fiets, die wil ze pas het 3e kwartaal van 2014 ongeveer toevoegen. Nou ja, dan denk ik bij mezelf van, wauw. Oké, jongens, jullie hebben zoveel geld al ontvangen en dat kan niet even wat sneller gedaan worden? Vind ik op zich wel jammer, want heel veel mensen die vinden het gewoon niet leuk om continu te lopen. En dat snap ik ook best wel. Ik bedoel, ik kan daar best wel no life in zijn. Ik ben het ook wel gewend om in games sowieso heel veel tijd te steken. Maar ja, ik kan me best wel voorstellen dat sommige mensen dat niet tof vinden. En dan is dat best wel wennen als je bijvoorbeeld de mod hebt gespeeld, waar gewoon tanks in zitten, helikopters en noem het maar op. En die komen pas eind 2014 in deze game. Wat de makers binnenkort gaan toevoegen is jagen op de huidige dieren die erin zitten. Op dit moment zijn het alleen konijnen en die kun je dan waarschijnlijk straks dood gaan schieten, zodat je daar eten van kunt halen. Op zich wel een leuke toevoeging. Ook komt er een boog in, waarmee je natuurlijk vijanden kunt neerschieten. En wat er ook in komt, is open haarden. Open haarden, dus open haarden aansteken. Ja. Dat komt er binnenkort aan, binnen een maand denk ik. Wat er later natuurlijk nog aan toe wordt gevoegd zijn nieuwe wapens natuurlijk, zoals de AK-47. Maar ook, en dat vind ik wel super vet, complexere dieren als bijvoorbeeld de hond. En die kan straks jou gewoon metgezellen. Dus die kan gewoon bij jou lopen en jou gaan helpen. En dat vind ik wel echt een heel vet toevoeging. Wil je dus de volle ervaring hebben van de game, wacht dan nog even tot eind 2014. Maar neem je dat nu voor lief, dan is het toch wel een game met heel veel spannende, leuke situaties. Zeker als je met een team speelt. En ik ga binnenkort regelmatig Daisy en de mod streamen op een Twitch-account, twitch.tv/NLGameReviews. Dus druk even daar op de follow als je dat leuk lijkt. En als je nog veel vragen hebt over de game of dat je nog een item wilt zien over Daisy, laat het me weten in de comments. Doe even een like omhoog om te steunen. En dan zeg ik thanks voor het kijken en LG Unit out. En natuurlijk bitterballen zitten ook in de game. Nee, toch niet. Game over. www.nlgamereviews.nl. Klik erop en check die shit snel. Ben je gamer, je moet me geloven. Check die shit, tof. Game over.